Habiel, een van de zonen van de nobele profeet Adam, wilde op een dag op jacht gaan. Opgewonden vertrok Habiel heel vroeg in de ochtend. Het was zijn eerste jacht. Adam wist dat de jacht gevaarlijk kon zijn, maar gaf Habiel uiteindelijk toestemming om het woud in te gaan. Habiel moest wel voor zonsondergang terug zijn. Vandaag zal mijn familie een heel bijzonder feest gaan vieren. Hé, waar is die gebleven? Het dier kwam weer tevoorschijn, maar er klopte iets niet. Het hert was rustig en helemaal niet angstig. Alsof het op iemand wachtte. Wat ben jij een prachtig dier. Zette zijn jacht voort. Habiel kwam al snel zijn prooi weer tegen.
Habiel voelde zijn hart sneller kloppen. En zijn handen begonnen te trillen. Hoe dichter hij bij zijn prooi kwam, des te meer hij de angst van het dier kon voelen. Dit werd zijn laatste poging. Hij twijfelde erg of hij zo'n mooi schepsel zou kunnen doden. Het dier kon niet meer ontsnappen. Habiel stond op het punt om zijn speer te werpen, toen plotseling een kalfje tevoorschijn kwam. Toen hij het kalfje naast haar moeder zag staan, was hij opgelucht dat hij het dier niet had gedood. Oh, je bent dus een moeder. Gelukkig heb ik je niet gedood. Ik had bijna een wees van dat hertje gemaakt. Habiel was zo afgeleid dat hij de boze kudde rendieren achter hem niet had opgemerkt. Habiel had maar één keuze. Wegrennen. Help! Het was al laat en Habiel kwam pas na zonsondergang thuis. Profeet Adam maakte zich zorgen om Habiel. Kabil gaf minder om zijn broer en hoopte op een mislukking van Habiels jacht. Kabil geloofde dat hij een betere jager was. Hij was zo jaloers dat hij Habiel liever zag falen dan slagen. Eindelijk terug? Vader maakt zich zorgen om je. Tja, ik hoop dat ik jullie niet bezorgd heb gemaakt. Ik geloof dat dit mijn eerste en laatste jacht is geweest. De hele dag in het woud. En dan ook nog een grote mond? Hé, ik was daar bijna dood geweest. Ik werd aangevallen door een kudde rendieren. Ik dacht dat je met blote handen op leeuwenjacht ging. Hou op. Weet je dat vader boos op me is? Maak je maar geen zorgen. Op jou wordt hij nooit kwaad. Mij had hij anders behandeld. Wat bedoel je daarmee? Vader wordt niet zomaar op iemand boos. Waarom zou hij wel op jou boos zijn en niet op mij? Omdat jij zijn lieveling bent. De brave jongen, toch? Jij doet nooit wat fout. Jij bent zijn oogappeltje.
Dat is niet waar. Vader houdt van ons beiden. Hij zou heel erg gekwetst zijn als hij jou zou horen praten. Ik hou ook van hem. Maar jij krijgt altijd zoals gewoonlijk je zin. Denk je soms dat ik blind ben? Ik zie toch dat hij jou beter behandelt? Ik kan mijn oren niet geloven. Wat bedoel je met beter? Hij behandelt ons beiden even goed. Meen je dat? Waarom mocht ik dan van vader eergisteren niet gaan jagen terwijl ik erom vroeg? Maar jij kreeg natuurlijk wel je zin. Dus doe nou niet alsof je neus bloedt, Habiel. Maar dat was de dag van de grote vloed. Onze voedselvoorraad was helemaal verdwenen. Als we niet hard gewerkt hadden, waren we misschien nu al dood. Ik wilde alleen gaan jagen, omdat ik een handje wilde helpen. Maar omdat hij mij haat, mocht ik niet. Oh, Kabel, wat je zegt is zo oneerlijk. Vader maakte zich zorgen om ons. Je mag ervan uitgaan dat hij heel veel om je geeft. Ik geef ook om hem. Maar ik weet zeker dat hij mij meer aandacht had gegeven als jij er niet was om het voor mij te verpesten. Wat? Nee, dat meen je toch niet? Kabiel, we kunnen beter vertrekken voordat vader zich zorgen maakt. Profeet Adam was een liefdevolle vader die van beide zonen evenveel hield. Maar hij wist dat Satan Kabiel zijn hart met haat en jaloezie had gevuld. Hij probeerde Kabiels versteende hart te verzachten door hem gewassen te laten kweken. Door Habiel schapen te laten hoeden, probeerde hij zijn buitengewoon zachte karakter te verharden. Maar de kwade influisteringen bleven Kabiel achtervolgen. Kabiel liet zich vaak door deze influisteringen beïnvloeden. Niemand had ooit verwacht dat Kabiel zich zo ver zou laten meeslepen. Kabiel, het maakt echt niet uit hoe goed je bent. Je vader zal altijd meer van hem houden. Je moet hem opruimen. Een paar dagen later vertelde Adam zijn zonen dat ze een offer moesten brengen voor God, als teken van dankbaarheid. Het was een test om te laten zien wie God het meest dankbaar was. Elke zoon moest het beste van zijn bezittingen op een hoge plaats die hun vader had uitgekozen, achterlaten. Zonder te twijfelen koos Habiel zijn beste schaap uit. Ik geef alles met tevredenheid aan God. Alles wat ik bezit heeft hij mij gegeven. Kabiel echter dacht er heel anders over. Waarom zou ik mijn beste oogst weggeven terwijl ik er zo hard voor heb gewerkt om het te laten groeien? Als ik niets geef, dan krijg ik een hele preek van vader te horen. Wacht, ik weet het. Wat nou als ik een beetje oud fruit achterlaat? Niemand die het ziet. En vader zal toch trots op me zijn. Kabiel kwam bij de offerplaats aan en voelde diep in zijn hart dat hij fout bezig was. Hij stond op het punt om terug te keren, maar besloot toch om door te gaan. Hij besefte niet dat God elke beweging die hij maakte zag en hoorde en dat hij op de hoogte was van zijn slechte intenties. Zo liet hij het verrotte fruit als offer achter. You are very special. There's no one just like you. Created by the Master. Allah created you. You were made by Allah to praise Him all your days. O Heer, accepteer mijn offer. Vergeef mij mijn zonde en de zonde van mijn moeder, mijn vader en mijn broer. Amen. May Allah grant them wisdom to see you through each day. Een tijdje later vertelde de profeet Adam dat God alleen het offer van Habiel had geaccepteerd.
Kabil besefte dat hij een grote fout had gemaakt. Adam liet Kabil weten dat God op de hoogte was van al zijn daden en intenties en dat er niets voor God verborgen kon worden gehouden. Kabil had even spijt, maar dat duurde niet lang. Al snel veranderde zijn spijtgevoel in haat door de influisteringen van Satan. Zie je nou hoe ze weer voor Abel hebben gekozen? Jij kan hem stiekem voor goed laten verdwijnen. Stel je voor hoe heerlijk het leven zou zijn zonder hem. Ja, ik doe het. Ik zal Abel doden. Alles vergeten? Of ben je nog steeds teleurgesteld door die ene keer? Laat me met rust, Abel. Of ik dood je. Mij doden? Kabil, dat was dus niet grappig. Kun je geen andere grappen maken? En wat moet je met die steen? Wie maakt er grapjes? Ik had je al lang moeten opruimen. Ben je gek geworden? Weet je wel wat je zegt? Als ik God niet vreesde, dan had ik je heel hard wakker geschud. We zijn broers. De zonen van een grote profeet. Of ben je dat allemaal vergeten? Broers? Je bent mijn broer niet. Je bent mijn aartsvijand. Ik walg van je. Ik wil je gezicht nooit meer zien. Oké, nu is het genoeg. Hoor je me? Ik begrijp je echt niet. Wat heb ik je nou misdaan? Zelfs als je mij zou willen doden, dan zou ik nooit hetzelfde doen. Habil was erg teleurgesteld. Voor het eerst voelde Habil hoe erg Kabil hem haatte. Meestal ging Habil naar een afgelegen plek wanneer hij zich droevig voelde. Daar vond hij altijd vrede en kon hij even tot zichzelf komen. Maar niet op deze dag. Habil kon nergens rust vinden. Habil was erg gekwetst en wilde zijn gevoelens ook niet met zijn vader delen, om hem niet onnodig bezorgd te maken. Nee, dit was een probleem waar hij zelf een oplossing voor moest vinden. Hij voelde dat Kabil een paar dagen nodig had om af te koelen. Dan zou alles wel weer in orde zijn. Een paar dagen maar. Hoor je dat, Kabil? Ja, het kan een gevaarlijke tijger of leeuw zijn. Laten we wegrennen. Wat? Vertel me alsjeblieft niet dat je bang bent. Eigenlijk wel een beetje. Hé. Hey. Nu kunnen we nog wegrennen, maar straks is het te laat. Hey, rustig, man. Misschien komt hij niet eens deze kant op. En als hij komt, is het nu al te laat om te gaan. Nu moeten we echt weg. Kom, wegwezen. Stop met dat gejank. We weten niet eens uit welke richting het geluid komt. Wil jij soms vanavond in de maag van een leeuw overnachten? Ah, het is een luipaard. Oké, kijk en leer hoe een echte jager jaagt. Vader had ik moeten meemaken. Vandaag zullen alle beestjes in het oerwoud weten wie ik ben. Kabil, de jager. Kabil, denk nou na. Het is gevaarlijk. Ah! Oh, wee, als je me probeert tegen te houden. Hey, poesje, hoe gaat het? Weet jij wie ik ben? Ik ben Kabil. Jij en jouw vriendjes in het woud moeten mij vrezen. Begrijp je wat ik zeg? Van jouw tandjes maak ik gereedschap. En jouw huid gebruik ik voor een gewaad. Ik weet wat je denkt.
Maar tegen mij maak je geen kans. Ik ben de beste jager. En jij, jij bent een dode tijger. Met een mooie huid. Ik ben Kapiel de strijder. Kapiel de meesterjager. Kapiel! Help me alsjeblieft! Help me! Ik wil nog niet dood! Help alsjeblieft! Ga weg, lelijk beest! Haal alsjeblieft die lelijke van me af! Ik sta bij jou in het krijt, Habil. Ik zal dit nooit vergeten. Beloof me dat je pa niets vertelt. Beloofd? Ja, natuurlijk. Kabil! Kabil, help me! Pak mijn handen, snel! Ah! Kabil, alsjeblieft, help me nou! Schiet alsjeblieft op! Ah! Kabil! Help me alsjeblieft, ik heb je hulp nodig! Kabil! Help! Hey Kabil, waar was je toen ik je nodig had? Is je haat van mij zo groot dat je me dood zou laten vallen? Nee, ik wilde je echt helpen. Maar ik dacht bij mezelf, laat Habil hard worden. Misschien is dit een goede les voor hem. Maar ik heb ergere dingen meegemaakt. Dus ik begrijp niet dat wat vandaag gebeurde een les voor mij had moeten zijn. Ach, doe niet zo kinderachtig. Zo diep was die kloof nou ook weer niet, Habil. Ik probeer je altijd te helpen. Ik ben er altijd wanneer je me nodig hebt. Waarom kan je niet hetzelfde voor mij doen? Elke dag vraag ik God om jou te helpen al die rare ideeën achter je te laten. Waar heb je het over? Wat heb ik nou weer gezegd? Laat het me dan weten als ik iets fout heb gedaan. Als ik je ooit heb gekwetst, geef me een kans om die dingen goed te maken. Ik kan me nog de dagen herinneren toen het een stuk beter ging tussen ons. Maar nu is alles veranderd. Waarom? Heb jij pa over gisteren verteld? Vergeet gisteren. Dat is allemaal voorbij. Ik wil het over vandaag hebben. Over ons. Raar dat je niet bent gaan klikken. Dat was nou net een kans om bij vader te gaan slijmen. Wat? Waarom zeg je zulke dingen? Vader houdt van ons beiden. Denk je nou echt dat jouw offer geweigerd werd omdat vader niet van jou houdt? Hij heeft ons uitgelegd dat dit een test was. Een les voor de toekomst. Zie je dan niet dat hij ons beiden gelukkig wil zien? Meen je dat nou? Hij wil dat ik gelukkig ben? Waarom ben ik dan degene die zich kapot moet werken? Jij hebt een lui leventje. Kijk, als je taken wilt ruilen, heb ik daar geen moeite mee. Als pa dat had gevraagd, was het anders geweest. Maar jij krijgt het leuke werk omdat hij jou mag. Wat ik wil, kan hem niet schelen. Hij wil mij alleen maar hard zien werken. Ik houd het wel vol. Mijn tijd komt nog wel. Waarom praat je daar niet met papa over als je er zo erg mee zit? Je moet het niet opkroppen. Wat heeft het nou voor zin? Hij heeft geen tijd voor mij. Habils grootste angst was dat Kabil zijn ideeën de familie alleen maar ellende en pijn zouden bezorgen. Hij had elke nacht last van verschrikkelijke nachtmerries. Thank you.
Kabil! Kabil! Kabil, hoor je me? Kabil, alsjeblieft, luister naar me. Word wakker voordat het te laat is. Word wakker! Word wakker! Zie je het vuur niet? Kabil, word wakker! Alsjeblieft, word wakker! Ik wil niet dat je het vuur ingaat. Alsjeblieft, luister naar me! Kabil! Kabil, nee! Kabil! Kabil, alsjeblieft, word wakker! Alsjeblieft, word wakker! Je valt in het vuur! Alsjeblieft, schiet op! Kabil! Kabil, nee! Word wakker! Kabil, nee! Kabil, nee! Kabil, word wakker! Alsjeblieft, doe je ogen open! Kabil! 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 Nee! Word wakker, Kabil! Word wakker! Alsjeblieft, word wakker! Op deze dag zal de hemel getuige zijn van de eerste koelbloedige moord. Vandaag zal de mens zijn eigen broer zinloos het leven ontnemen. Dus je luistert nog steeds naar de influisteringen van Satan. Doe nou niet zo onschuldig. Die ellende komt allemaal door jou. Dat is onzin, en dat weet je. Vader en moeder hebben je nooit gestraft. Ik stond altijd voor je klaar. Maar je hebt me altijd als een vijand gezien. Ah, jij liet iedereen denken dat jij de brave jongen bent. Maar mij hou jij niet voor de gek. Als ze wisten wie jij echt was, dan was jouw offer geweigerd. Ik heb jouw offer gezien, Kabil. Het was verrot. God accepteert alleen van oprechte mensen. Je kan mij niet de schuld geven voor iets wat jij hebt gedaan. Ik heb hier geen behoefte aan, echt niet. Ik haat je. Jij haat mij niet, Kabil. Je haat alleen jezelf. Jij, het draait allemaal om jou, toch? Ik zal pas genot kennen als jij voorgoed weg bent. Ga je gang als je me echt wilt doden. Ik zal in ieder geval niet vechten. Hypocriet, je doet alsof je neus bloedt, terwijl je weet dat je mijn leven kapot maakt. Neem mijn zonde en jouw zonde mee naar het vuur. Dit zal de straf voor jouw daden zijn. Genoeg! Het is genoeg geweest! Mond dicht! Nu had Kabil niemand meer om jaloers op te zijn. Hij voelde zich wanhopig en door de hele wereld verlaten. Habil had een goed leven geleid en had zijn broer altijd het beste gegund. Habil was ook de eerste die als martelaar de wereld had verlaten.
Hij werd een symbool van licht en goedheid. En zijn broer dat van duisternis. A chilly wind begins to blow within my soul from head to toe, and then last breath escapes my lips. It's time to leave and I must go. So it is true, but Abby. It's too late. Abby, word wakker. They said it's so as it. Dit is niet meer grappig, Abby. Abby. It must leave, oh mijn god. Ik heb mijn eigen broer gedood. Kabil begint nu pas zijn misdaad te beseffen. Hij voelt angst en eenzaamheid en weet niet wat hij zijn vader moet vertellen. Hij probeert een verhaal te verzinnen voor de dood van zijn broer. Hij stelt zichzelf vragen over zijn daad en blijft volhouden dat het Habil zijn eigen schuld is. Kabil moet het lichaam ergens kwijt. Hij trekt zijn broer door het bos heen. Het wordt steeds moeilijker omdat het lichaam van Habil stijf en koud aan het worden is. Maar hij moet zijn misdaad verbergen. Maar hoe? Last it comes to heaven or hell, decide which now, do not delay. Come on, my brothers, let us pray. Kabil hoort stemmen in het bos. Alles en iedereen noemt hem een moordenaar en een leugenaar. Was het allemaal maar nooit gebeurd. Hij had nu met zijn broer thuis kunnen zijn, in plaats van in een eenzaam en donker bos. Hij trekt het lichaam van zijn broer verder het bos in. Hij is bang dat zijn vader hen zou komen zoeken. Kabil moet zo snel mogelijk zien weg te komen. Uiteindelijk komt hij aan bij een heuvel. Het bos waar hij ooit als kind heeft gespeeld, is nu een kerker geworden. De volgende dag is er niets veranderd. Hij weet nog steeds niet wat hij met het lichaam moet doen. Ook vandaag voelt hij niets anders dan pijn en verdriet. Mijn heer, ben ik zo verdwaald dat een kraai mij moet leren wat ik moet doen. Kabil begraaft zijn broer naast de heuvel. Hij is opgelucht dat hij het lichaam heeft kunnen verbergen. Maar droevig omdat hij zijn broer voorgoed zal verlaten. Hij weet dat hij nooit meer naar huis kan gaan. Hij heeft alles verloren. Hij probeert nog steeds wat hij gedaan heeft te begrijpen.
Kabil blijft maar volhouden dat zijn broer de dood heeft verdiend. Hij probeert zichzelf te overtuigen dat hij Habil genoeg heeft gewaarschuwd. Ja, Kabil probeert zijn misdaad goed te keuren. Verblind door hoogmoedigheid en hardnekkigheid weigert Kabil de waarheid te accepteren en reist ver weg, naar waar zijn vader hem niet kan vinden. Kabil is de eerste mens die een moord heeft gepleegd. Zijn misdaad is door vele mensen na hem overgedaan. Miljoenen Kabils zijn na de eerste Kabil geboren en hebben koelbloedig andere mensen vermoord. Deze Kabils hebben in onze tijd massavernietigingswapens uitgevonden. En hebben hiermee meedogenloos onschuldige kinderen, vrouwen en mannen gedood. Iedere Kabil probeert zichzelf te overtuigen dat hij anderen uit rechtvaardigheid doodt. Zo zullen er Kabils blijven bestaan tot de dag des oordeels. En vertel naar waarheid het verhaal van de twee zonen van Adam. Toen zij een offer brachten en het van één hunner werd aangenomen en van de ander niet. De laatstgenoemde zeide, ik zal u zeker doden. De eerste zeide, God neemt alleen iets van de rechtvaardige aan. Als gij uw hand naar mij uitstrekt om mij te doden, zal ik mijn hand niet naar u uitstrekken om u te doden. Ik vrees God, de Heer der werelden. Decide which now, do not delay. Ah.